22 in Tiel opent het poppodium op zaterdag 15 oktober. Deze avond is een blues night met optredens van Rob Orlemans en Half Past Midnight. Deze blues rock formatie behoort tot de top van het genre en is van Tielse origine. Hallo, vandaag zijn we in 22. En 22, daar is vanavond de aftrap van het poppodiumseizoen. Dit pand is een onderdeel van de Plantage, het Centrum voor de Kunsten. De Plantage, daar worden allemaal lessen gegeven, viool, cello, maar ook hier in 22 worden dan lessen gegeven. We proberen zoveel mogelijk in de Plantage en in 22 te organiseren om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk dingen zijn voor de inwoners van Tiel en de omgeving. Hallo, mijn naam is Rob Orlemans en wij zijn eigenlijk wel blij dat wij, of misschien wel trots, dat wij hier het seizoen mogen openen. Nu is het tijd voor muziek. Vanavond optredens van Rob Orlemans, de Quicksilver Fridays en Tom. Switch woman, come on and walk that ball.